Welkom in een zonnig Maasmechelen op het Duivelsberg circuit, waar we de vierde manche van de Rallycross Challenge Europe zullen bekijken. Hoogstaande Europese competitie. En we gaan beginnen met een heat in de Super Nationals Plus. Dit is Steven Maris en zijn Volvo 240. Christophe Becks met zijn Volvo S40 gaan het opnemen tegen Steve Volders in een prachtige Ford Escort. En ze zijn vertrokken. Becks is het snelst weg, maar hij kan niet voorbij Maris geraken. En Maris neemt de hole shot voor Steve Volders. En Becks gaat dan maar onmiddellijk jokeren. Heel erg aan elkaar gewaagde bolide is dit. En een prachtig uitgevoerde Ford Escort daar van Steve Volders. Steve Maris een beetje breed daar. Maar behoudt voorlopig wel de leiding. Maar hij blijft nog steeds de druk voelen van Steve Volders. En Volders die gaat nu jokeren. Nu opletten of hij voor Christophe Becks de baan kan opkomen opnieuw. Daar komt Volders en daar komt Becks. En het is nog steeds Volders op de tweede plaats. Nu is het dus een beetje wachten op de jokerronde van Steven Maris. Die daar opnieuw wat wijd gaat. En Volders rijdt ondertussen al weg van Becks. Het zal een tweede of een eerste plaats worden voor Volders. Alles hangt af van de jokerronde van Maris. Maar Becks is toch opnieuw komen aansluiten daar. Heeft Volders daar een klein foutje gemaakt? Nee, het is mechanische pech. Het is problemen voor de escort van Volders. En de tijd die Becks daar verloren heeft achter die escort, die is natuurlijk ook in het voordeel van Steven Maris. Die nu eigenlijk zonder veel problemen deze heat hoort te winnen. En dat gebeurt ook zo. Maris dus voor Becks. En Volders die haalt uiteindelijk de finish niet. We praten nu even met een van de tenoren uit de Touring Cars, Jos Terkes. Ik denk dat ik beter het regelmatigste geweerd heb van allemaal. En dat heeft dan geresulteerd in de voorlopige eerste plaats natuurlijk. Dus nu moet ik misschien toch wel een beetje even voor mijn geld kiezen. En toch een beetje uitzien dat ik zeker op het podium sta alle wedstrijden, dat ik mijn kampioenschap een beetje veilig kan stellen. We gaan dan ook even kijken hoe Jos Terkes dat voor elkaar brengt met Volvo C30. Hij neemt het hier op tegen de Fiesta van Nick Snoeys en de Mitsubishi Colt van Ivo van den Brad. We rijden mee met Terkes. Het is de Colt die daar de beste start neemt en meteen ook de leiding in handen neemt. Goede start dus van Ivo van den Brad. Jos Terkes neemt geen risico's. Volgt mooi in het spoor van de Colt, wordt wat onder druk gezet door Nick Snoeys in de Fiesta. Hij gaat onmiddellijk jokeren dan Jos Terkes. In een poging om dan zo voorbij de Mitsubishi Colt van Ivo van den Brand te geraken. Nick Snoeys, daar een beetje problemen, moet daar wat meters laten aan de Mitsubishi Colt van Ivo van den Brand. En Terkes probeert het gaatje weer dicht te rijden. Heel close battle daar tussen de Fiesta en de Colt. En Ivo van den Brand die gaat jokeren. Maar ik vrees dat hij zijn leidersplaats gaat verspelen aan Jos Terkes. Ja hoor, met voorsprong zelfs Jos Terkes. Die vrije ronde die hij kon afwerken na zijn jokerronde. Die hebben dus hun vruchten afgeworpen. En nu moet hij ook eigenlijk nog zonder veel problemen voorbij Nick Snoeys geraken. Zeker omdat hij nog een jokerronde moet afwerken. Voorlopig doet hij dat echter niet. Terkes moet dus nog even volgen in het spoor van de Fiesta. Ik denk niet dat hij een inhaalpoging zal wagen. Weet ook natuurlijk dat de Fiesta nog een extra paar meters moet afleggen in die jokerronde zo dadelijk. Houdt de druk wel hoog. En daar komt Nick Snoeys voor zijn jokerronde. En Jos Terkes is op weg naar de overwinning in de heat. Wie houdt de tweede plaats echter? Dat wordt nog even spannend. Het lijkt me de Fiesta van Snoeys te zijn, inderdaad. Dus Van den Brand, goed vertrokken nogthans. Valt terug naar de laatste plaats in deze heat. De overwinning.
is voor Jos Sterkes in de Volvo C30, voor Nick Snoeys en zijn Fiesta en de Mitsubishi Colt van Ivo van den Brand. We gaan even praten met Eric Guillemette. Jamais roulé ici. On fait pas beaucoup d'essais libres. Et c'est vrai que ça, tout de suite, il faut trouver les bons réglages. Pour nous, hier, ça a été un peu un problème, parce que la preuve, en qualif, on était loin du compte. Et en fait, on est revenu complètement à l'arrière, enfin à l'inverse, pardon, de ce qu'on avait hier en réglage. On est venu beaucoup plus souple, et tout de suite, on est revenu dans le coup, quoi. Et c'est possible de dépasser des autres pilotes ici, ou c'est difficile ? Oh, ça va être très très dur, très très dur. On n'a pas beaucoup d'endroits pour pouvoir le faire. Je vois pas vraiment où on peut passer comme ça à la régulière, quoi. Eric Guillemette, die hier nog nooit had gereden, had wat problemen om de juiste afstelling te vinden. Keerde dan terug naar zijn oorspronkelijke afstelling en doet nu al wat meer mee. Maar het is moeilijk inhalen hier op de Duivelsberg. Guillemette daar met die oranje Clio. En aan de buitenkant is het Vaclav Veverka, de Tsjech. En die gaat van buiten naar binnen proberen, maar het is toch een andere Tsjech, Jozef Susta, in die blauwe Skoda, die hem vooraf gaat. En de Clio van Dorian Lone, landgenoot van Guillemette, die de leiding in handen heeft. Lonet dus voor Susta Veverka. En Guillemette gaat jokeren. Dat is de beste manier om hier in te halen. Eigenlijk een andere strategie kiezen. Een vroege jokerronde of een late jokerronde. En dan proberen terrein goed te maken in wat vrije rondes. Voorlopig dus Dorian Lonet aan de leiding voor Jozef Susta. Ook zijn broer Stanislav rijdt hier met een iets wat nieuwere versie van de Fabia. Jozef Susta gaat nu jokeren. Ziet dan Vaclav Veverka junior passeren in zijn Peugeot 206. En Guillemette met zijn vroege jokerronde, zie je wel, dat is de beste manier om in te halen. Wint daar een plaatsje. Veverka op zoek naar Dorian Lonet. En Guillemette probeert het terrein goed te maken. Voor de mooie punten in de Franse manches van de Challenge Europe, Guillemette. En komt nu ook naar België, voor de eerste keer dus in zijn geval. En passeert hier Dorian Lonet als hij zijn jokerronde afwerkt. Inderdaad, de twee Fransen wisselen van plaats. Het is dus nu Guillemette voor Lonet. Die krachtige Clio's. En daarachter is het duel tussen de Tsjechen. Maar het is dus Guillemette die het haalt voor Lonet en Jozef Susta. In deze mooie heat in de goed gevulde categorie van de Super 1600 wagens. De supercars dan. Krachtigste van alle rallycross bolides. Jos Jansen, Bernd Schumacher en Ron Snoek. Zien we in deze heat. Ron Snoek met de Seat aan de binnenkant. Maar hij wordt bij de start zomaar in het stof gezet door Jos Jansen. In zijn focus. Mooie start van Jansen voor Snoek. En Schumacher heeft wat moeite om te volgen. Jokerronde meteen voor de Nederlander Snoek. Gaat proberen om Jansen zo te passeren. Jansen die daar heel spectaculair door de bocht komt. Heel goede start dus van Jos Jansen, maar hij moet het nu ook nog weten af te werken natuurlijk. En daar gaat Snoek voorbij Schumacher. Zie je wel dat inhalen toch mogelijk is, maar ik denk dat Schumacher daar toch een foutje heeft gemaakt in de afdaling. En hier Jansen. Ah, die focus die glijdt wel alle kanten op hoor. Benieuwd of hij die wagen nog onder controle kan houden. Gaat hier alvast voor de jokerronde en daar komt Snoek aan donderen. Jansen nog steeds ruim aan de leiding. Dat moet dus in orde komen nu voor deze heatoverwinning normaal gezien. Oei, iets te laat in de remmen hier, iets te laat. Houdt hij de leiding vast? Ja, hij blijft nog net voor de Seat. Maar misschien is er toch iets aan de hand met de focus, want die schuift toch echt wel alle kanten op. Maar voorlopig zit hij nog... Nee, daar gaat hij mis. Dat is dus een foutje voor Jos Jansen. En Snoek kan onmiddellijk naar de leiding doorschuiven. Het wordt dus een heatoverwinning voor de Seat Leon. Mooie heatoverwinning voor Ron Snoek. Ondanks een wat mindere start. En Jos Jansen die had een goede uitgangspositie, maar heeft hij helemaal uit handen gegeven. Beetje jammer toch voor Jos Jansen. Jos was goed vertrokken in de eerste reeks, maar dan een foutje. Wat is er gebeurd? Dat we daar niet achter gekomen zijn. We hebben de beelden bekeken en het is dezelfde snelheid, exact. Het is dezelfde lijn, dus we weten het eigenlijk niet.
Geen technisch probleem? Nee, geen technisch probleem. Het zal aan het manneke liggen, zeker. Een eerlijke Jos Jansen. We gaan even praten met de leider in de supercars, Patrick van Mechelen. Patrick, vlak voor de vierde manche van de Rallycross Challenge is dat momenteel aan de leiding. En het is je thuisevenement, dus je kan hier een goede zaak doen. Ja, ik kan hier zeker een zeer goede zaak doen. Nu alles zal afhangen van als we geen mechanische pech gaan hebben. Maar dat ziet er niet zo uit. We hebben een hele goede voorbereiding gemaakt. En we hebben er alle vertrouwen in. En dit seizoen start je met de nieuwe wagen. Heb je die ondertussen al goed onder de knie? Maar het is zo dat het toch een heel andere wagen is. En het loopt. Ik denk dat we zeker op schema zitten. Maar het kan nog zeker beter. Altijd ruimte voor verbetering bij Van Mechelen. We gaan zijn eerste heat bekijken. En neemt daar onder andere op tegen deze Pavel Kutny. Supersnelle Kutny die deze omloop wel kent natuurlijk. Marcel Ottink met de Skoda Fabia. En dan hebben we nog Jan van Loon in de andere Fiesta. En het is Van Mechelen die zich door dat kleine gaatje weet te wurmen en de leiding behoudt. Voor Kutny. Van Mechelen. Proberen om een goede tijd neer te zetten meteen in deze openingsheat. Dan heb je een goede basis gelegd voor het weekend. Dan kan je daarop verder uitbouwen. Maar dat probeert iedere rijder natuurlijk in de eerste plaats dan Pavel Kutny. Dat wordt misschien wel Van Mechelen's grootste concurrent voor de overwinning hier op de Duivelsberg. Van Mechelen houdt daar mooi de koord van de bocht. En heeft al toch problemen. Kijkt naar beneden, naar de pedalen. En houdt dan in. Het lijkt me een probleem met de gaskabel. En die mechanische pech waarvoor Van Mechelen een beetje vreesde, die is er dan toch gekomen. Ottink gaat ondertussen jokeren. Maar niets lijkt Pavel Kutny nu nog in de weg te staan voor een goede tijd in deze openingsheat. Hier komt Ottink. En wat verderop hebben we ook nog Jan van Loon. Heat-overwinning dus voor Pavel Kutny. En meteen ook de snelste tijd van het hele pak. Goed begin dus voor Kutny. Veel minder goed begin voor Patrick van Mechelen. We gaan even praten met Marcel Ottink. Marcel, hoe was de eerste reeks voor jou? Nou, het ging in principe best goed. Alleen we hadden een beetje last van onderstuur in de auto. We hebben toch nog een beetje moeite met deze auto, omdat deze auto eigenlijk gebouwd is voor de autocross. Ik heb altijd EK autocross gereden. En het is een beetje moeilijk om de afstelling te vinden voor de rallycross, omdat deze auto een beetje aan de zware kant is en een beetje hoog op zijn wielen staat. En zouden we hem wat lager leggen, dan gaan we bovenop de Duivelsberg helemaal in de fout. Dus dat is een beetje een compromis sluiten tussen die twee dingen. Altijd moeilijk om de juiste afstelling te vinden, inderdaad, daar op de technisch moeilijke Duivelsberg, toch. Een heat dan bij de Super Nationals onder de 2 liter met een goede start van de Ford Sierra van Kurt Lambers, die daar Pedro Kokelare vooraf gaat in de Honda Civic. En dan hebben we ook nog de Corolla van Mark Vleeschouwers. Maar het is dus de Sierra van Lambers aan de leiding voor Kokelare. Kokelare die probeert daar buitenom te gaan. Dat is niet echt de plek om dat te doen, maar dan positioneert hij zich toch goed om hier dan voorbij Lambers te gaan of toch niet? Nee, nog contact daar nu tussen de Sierra en de Civic en de Corolla. Kijk, die hangen gewoon vast aan elkaar, vrees ik. Voor en achterbumper hebben daar heel veel tijd verloren. Ook wat posities, want het is de Corolla van Vleeschouwers die nu aan de leiding komt. En ook Johan Quinten met zijn BMW 320 komt zich nog even tussen de Civic en de Sierra mengen. Heel veel tijd verloren dus daar. Oh, en problemen daar voor Kokelare blijkbaar. En ook met de Sierra scheelt er iets. Kokelare gaat hem maar jokeren. Maar of hij daarmee de problemen zal oplossen, dat is nog niet helemaal duidelijk. De BMW 320 van Johan Quinten blijft voorlopig voor de Sierra van Lambers. Helemaal voorin is het nog steeds de Corolla van Vleeschouwers. En dan problemen voor de BMW. Die lijkt daardoor zijn achterophanging gezakt. Of is het het wiel dat is afgebroken? Maar het wordt in ieder geval een opgave voor Johan Quinten. En dan jokerronde voor
Lambers. En Kokelaar die probeert dan weer naar voren te schuiven. De verloren tijd wat goed te maken. Daar ziet hij toch Vleeschouwers al rijden met de Corolla. Heel spectaculaire heat in de Super Nationals min 2000. Vleeschouwers eigenlijk een probleemloze race gehad. Moet nu toch nog opletten dat Kokelaar niet te dicht komt. Vleeschouwers nog steeds aan de leiding hier. En daar is Kokelaar toch al. Ja, zonder dat incidentje met Lambers had Kokelaar hier misschien wel kunnen winnen. Maar nu is het Mark Vleeschouwers die het haalt voor Kokelaar. Op weg naar de volgende heat in het nog steeds zonnige Maasmechelen. Super 1600. Met de C2's van Willem Veldman en Bart Bel. Maar het is de Fiesta van Zediger die de leiding in handen heeft voor Dennis Reemans. Zediger, die de snelste tijd had in de tijdstrainingen. Krijgt hier nu met de Fiesta van Dennis Reemans, die dit circuit uiteraard goed kent uit het Belgische kampioenschap. En Zediger die daar in de fout gaat, maar Reemans die gaat er dan toch voorbij. Ja, zal Zediger problemen hebben? Ik denk het wel. Want de groene Fiesta die vertraagt daar toch wel heel abrupt. En het is inderdaad de C2 die daar eerst passeert. En Zediger gaat dan parkeren terwijl hij wordt ingehaald door Willem Veldman. Pech dus voor Sven Zediger. Die zo een mogelijke goede tijd ziet verdwijnen. Bart Bel ondertussen aan het jagen op Reemans. Beide C2's van de Nederlanders Bel en Veldman lijken hier een goede prestatie neer te zetten. Maar het is nog steeds Dennis Reemans daar aan de leiding. En Reemans gaat ook de heat winnen. Mooie overwinning voor Reemans met een ruime voorsprong op Bart Bel en Willem Veldman. We gaan even praten met Sven Zediger. Sven, wie was de tweede heat voor dich? Ja, ziemlich enttäuschend. Hatten Probleme mit der Zündung. Ja, konnte nicht zu Ende fahren. Ich hoffe, dass der dritte Lauf jetzt besser wird. Man will ja irgendwo noch ins A-Finale, wenn es möglich ist. Das Problem ist okay jetzt? Das Problem ist jetzt beseitigt, ist alles wieder in Ordnung. Sind neue Moodes für den dritten Lauf und wollen gucken, wo wir im Finale stehen. Probleme mit der Entsteckung. Er hat probiert, in der dritten Heat doch noch in der A-Finale zu geraken. We zitten terug bij de Super 1600s. Dat merkt u met Jozef Susta en Vaclav Veverka onder andere. We hebben ook nog Pavel Vimmer, Erik Guimet en Ernesta Staponkus. Staponkus met de groen-witte polo hier helemaal voorin in beeld. En het lijkt me Veverka die de beste start neemt. Inderdaad, de Peugeot 206 gaat als eerste door de eerste bocht. Maar wordt dan toch nog aan de buitenkant bedreigd door Pavel Vimmer. Maar het blijft Veverka voor Vimmer. En dan volgt Jozef Susta en Staponkus. En onmiddellijk een jokerronde voor Erik Guimet. Dat lukte voor hem in de eerste heat, die tactiek. Misschien kan hij daar nu wel een vervolg aan breien. Duel der Tsjechen en de Litouwer Staponkus. Bekijkt dit van heel dichtbij. Veverka, Susta, maar voorin nog steeds. Oh, Staponkus gaat daar in de fout en wordt gepasseerd door Erik Guimet, die daar heel veel geluk heeft dat hij die polo niet in de flank kreeg. Terwijl Pavel Vimmer de jokerronde afwerkt. En Guimet op zoek gaat naar Jozef Susta. Vimmer nu een beetje vast achter Staponkus. De sporen in de klim worden alsmaar dieper, wat niet evident is voor deze kleine machientjes. Rechter achterwiel van de grond, dat zien we wel vaker bij de Super 1600 bij het aanremmen voor de eerste bocht. Veverka gaat de jokerronde in en Susta neemt de leiding over. En Guimet die moet toch nog achter Veverka aansluiten. Veverka en Guimet verlopen op de virtuele eerste en tweede plaats, want Susta die moet nog jokeren. Wordt hier onder druk gezet door zijn landgenoot. Die eigenlijk relatief makkelijk wegrijdt van de Clio van Guimet.
Jokeronde nu voor Susta. Die gaat twee plaatsen verliezen. Op zijn minst. Want Viverka en Guimet passeren. En waar zit Wimmer? Die komt toch nog achter. Susta aansluiten. Viverka aan de leiding. Dan Guimet. Nu een goed resultaat voor Guimet in deze tweede heat. En snelle tijd ook, lijkt het me. Heatoverwinning dus voor Viverka, voor Guimet. En dan Susta, Wimmer en Staponkus. We gaan even praten met Vaclav Viverka. The second heat was the perfect because I win and we have some new specification of the engine. So I'm learning with the car from the last races. And how is this track here? Is it good for you and for your car? Yes, this is awesome circuit because it's fast and Belgian drivers here are really fast. So that's nice racing. Ja, ik vind het wel leuk op de Duivelsberg van Cliff Verka, maar is nog steeds aan het leren. Maar doet het voorlopig toch wel heel goed, moet ik zeggen. Koetny en Ottink, en dan weet u dat we bij de supercar zijn met Patrick van Mechelen, die een en ander goed te maken heeft. En we hebben ook nog Jan van Loon in de Vesta. En we rijden mee met Ottink. En die kanonstart van linksom, dat weet u ongeveer, dat zal wel Patrick van Mechelen geweest zijn. Inderdaad, voor Koetny. En die twee Fiestas die gaan het opnieuw onder elkaar uitvechten. En eens kijken of Van Mechelen nu zonder problemen de volledige heat kan afwerken. Van Mechelen en Koetny. En Marcel Ottink zit op de eerste rij om dat duel goed te bekijken. Achter hem volgt nog Jan van Loon. Maar dat is al op ruime afstand. Van Mechelen weet dat hij goede tijd moet neerzetten. Vooral niet in de fout mag gaan, want anders is een goede startpositie eigenlijk al helemaal onmogelijk geworden. Een goede startpositie voor de finale bedoel ik dan. En dit is nog steeds Marcel Ottink, die probeert te volgen in zijn, zoals u hoorde, voor de autocross gebouwde Fabia. Van Mechelen en Koetny. Koetny volgt gewoon Van Mechelen. Gaat nu toch jokeren. Dat is misschien de enige manier om nog voorbij de wagen van Van Mechelen te geraken. En hier zien we hoe hij voor Marcel Ottink opnieuw de baan opkomt. Geen positie verloren dus voor de Tsjech. Van Mechelen nog steeds aan de leiding, maar het wordt belangrijk hoe hij zijn jokerronde afwerkt. Dat gebeurt nu en daar komt Koetny al. Dat wordt moeilijk hoor voor Van Mechelen. Ja hoor, en Koetny heeft de leiding overgenomen door gewoon één ronde vroeger te jokeren. Een heel snelle ronde af te leggen. Van Mechelen probeert nu nog voorbij Koetny te geraken, maar dat zal heel moeilijk, zo niet onmogelijk worden. Het lijkt erop dat Koetny opnieuw de snelste tijd gaat neerzetten. Dat gebeurt inderdaad en daarmee is hij nu al zeker van de pole positie in de A-finale. Maar Van Mechelen heeft ook een goede tijd neergezet, maar Koetny heeft dus nu al de pole positie. Second heat is good. This maybe this first time is very perfect. The circuit is very good. This you start this 10 mile, maybe it's good. Het is goed, denk ik, voor Pavel Koetny op de Duivelsberg. Von Snoek nu, die daar helemaal wordt weggeduwd in de Seat en als derde aansluit. Probeert dan nog wat goed te maken. Snoek en gaat dan in de fout. En dat is einde van de heat, denk ik. Of geraakt hij toch nog weg? Hij geraakt toch nog weg, maar een goede tijd zal het niet worden in deze heat voor Ron Snoek. En dat weet hij zelf ook wel toe te geven. Ron, hoe was de tweede reeks voor jou? Nou, die ging niet zoals we gewenst hadden. Ik had niet zo'n goede start. En toen kwam ik, reed ik achter Ben Schoonmaker en die reed precies op het stuk waar je niet kunt passeren, bovenop de Duivelsberg. Daar viel hij stil en dan moest ik er buiten omheen. En daar is, liggen ongeveer 40 centimeter hoog zand. Dus voordat ik daar langs was, was ik altijd verloren. Dat was het voor het eerste deel. We zien u graag terug na de pauze.
Welkom terug in Maasmechelen voor het vervolg van onze reportage over de vierde manche van de Rallycross Challenge Europe. We zitten in de derde heat voor de Super 1600. De heat die dus de startposities voor de finales definitief zal vastleggen. En we rijden mee met Jozef Susta, die bij de start helemaal wordt achtergelaten door zijn collega's. Zijn broer onder andere, Stanislav Susta, rijdt daar helemaal voor in. Dan Viverka, Pavel Vimmer. En Susta die sluit als vierde aan. Jozef Susta dan gaat dan maar meteen jokeren. Verstandig gezien van Jozef Susta. Het dient tot niets om daar gewoon vast te zitten. Stanislav Susta aan de leiding. Heeft al goede tijden neergezet in de eerste twee heats. Dat is ook het geval voor de man vlak achter hem, Vaclav Viverka. Maar dat kan nog een beetje beter. Dat zal moeilijk worden nu hij vast zit achter zijn landgenoot. Jozef Susta sluit daar als vijfde aan. Achter Werner Panhauser, de Oostenrijker in de C2. Viverka gaat nu jokeren. Opletten of hij voor of achter Jozef Susta de baan opkomt. Voor Jozef Susta dus. Die positie heeft hij al vast weten te behouden. Panhauser blijft Pavel Vimmer daar volgen en wordt al onmiddellijk onder druk gezet door Viverka. Viverka die daar misschien wel wat tijd gaat verliezen. Het is te hopen voor Viverka dat Panhauser onmiddellijk gaat jokeren. En dit is Stanislav Susta, voorlopig nog steeds de leider in deze derde en finale heat in de Super 1600. Jokerronde voor Stanislav Susta. Kleine jumpje en hij blijft gewoon aan de leiding rijden. Goed gezien van Stanislav Susta. En Viverka die volgt op een paar meter. Die heeft daar toch wat tijd verloren achter Panhauser misschien. Jozef Susta nu op de derde plaats voorbij Pavel Vimmer geraakt. Maar het is Stanislav Susta die de heat wint en meteen ook de pole voor de A-finale verovert. Goede heat dus voor Stanislav Susta. En dan nog een heat bij de supercars. Die ook de startposities zullen vastleggen. Marcel Ottenk is opnieuw van de partij. Ook Ron Snoek, Patrick van Mechelen en Jos Jansen. En voor Van Mechelen wordt dit een heel belangrijke heat. Van Mechelen stuift van buitenom naar de eerste positie. Goed gezien van Van Mechelen. Geen Pavel Koet niet meer in deze laatste heat, want die is al zeker van de pole-positie. Maar Van Mechelen kan wel de tweede startpositie op de startgrid voor de A-finale veroveren. Dan zal hij hier een heel goede tijd moeten neerzetten. Blijft hier voorlopig wel makkelijk voor Jansen en Ottenk. En Ron Snoek die heeft eigenlijk al de brui gegeven aan een goede tijd, lijkt me, want die is totaal niet meer te zien. Jansen opnieuw een beetje met een losse achterkant van de Ford. Wordt moeilijk hoor om Van Mechelen zo te bedreigen. Ron Snoek die ondertussen toch wel weer opnieuw helemaal in de race zit. Probeert hier toch nog wat terrein goed te maken. Is al voorbij Ottenk gegaan. Hij was daarnet wellicht even verdwenen omdat hij een vroege jokerronde heeft afgewerkt. Maar voorlopig dus nog steeds Van Mechelen aan de leiding voor Jos Jansen. Van Mechelen gaat nu jokeren. Verliest daardoor even de leiding aan Jansen. Maar Jansen die moet nog die jokerronde afwerken. En Van Mechelen die blijft wel voor Ron Snoek. En dat is misschien wel de belangrijkste beweging die hier telde in deze jokerronde. Heel veel stof ook ondertussen aan het einde van die heats op een zonnige Duivelsberg. Jansen nu. Is daar even de koord van de eerste bocht. Hij gaat nu jokeren. Is die leidersplaats dan kwijt aan Van Mechelen. Blijft die tweede of wordt dat Ron Snoek? Het zal Ron Snoek worden, denk ik. Van Mechelen alvast aan de leiding. En dan inderdaad Snoek, zagen we boven in een beeld. Oh, en dan toch nog Jansen die probeert voorbij Snoek te geraken. En daardoor verliezen ze alle twee wat tijd. En ja, Snoek die wurmt zich daar door een plaatsje waar eigenlijk die Seat niet helemaal door kon. Maar toch nog die tweede plaats vastgehouden. En dat kan belangrijk zijn. Van Mechelen die neemt de heatoverwinning. En Snoek die neemt de tweede plaats. En tegelijk ook
een goede startpositie voor de A-finale. We gaan meteen kijken naar de B-finale in de Super 1600 met Sven Zediger, die dus niet in de A-finale is geraakt, maar wel op pole staat voor deze B-finale. Dan hebben we ook nog Willem Veldman helemaal achteraan op de startgrid. De eerste starter hebben we Zediger, Wimmer en Dennis Reemans. En het is Wimmer die de beste start neemt. En Reemans die probeert van buiten naar binnen te gaan, maar moet toch nog Zediger laten passeren. En Reemans wordt daar aangetikt, maar houdt voorlopig wel die derde plaats in handen. Het was Staponkus, denk ik, die hem daar aantikte. En Staponkus die gaat wat later nog eens in de fout en die moet dus opgeven. Zediger werkt daar zijn jokerronde ook af. Hij heeft dus nu zijn plaats verloren aan Reemans, maar kan dat misschien nog goed maken. De eerste twee van deze B-finale gaan naar de A-finale, dat weet u. Voorlopig dus nog steeds Pavel Wimmer aan de leiding. En achterin duel tussen de C2's van de Nederlanders Bel en Veldman. En ook Thijs Heese moeit zich daar nog wat. Werner Panhauser zit nu voor Dennis Reemans. En Reemans is daar belangrijke tijd aan het verliezen. Hier nog steeds achter de Oostenrijker Reemans. Panhauser gaat nu jokeren en Reemans kan nu eindelijk vol op het gas. En ik vrees dat het misschien al te laat is. Hier Zediger. Dan Pavel Wimmer en dan pas Reemans. Het ziet er niet naar uit dat Reemans zich dus zal plaatsen voor die A-finale. Probeert daar toch nog Wimmer onder druk te zetten. En ook Panhauser probeert nog aan te sluiten. De overwinning in de B-finale lijkt voor Sven Zediger te zijn, die zich dan op de laatste startrij van de A-finale kan zetten. En wie pakt die belangrijke tweede plaats in deze B-finale? Daar dondert Zediger de berg af. Reemans probeert ondertussen nog voorbij Wimmer te geraken en dat zal niet lukken, vrees ik. Overwinning dus voor Zediger, voor Wimmer. Die gaan naar de A-finale, dan Reemans, Panhauser en Thijs Heese. A-finale dan in de Supernationals min 2 liter. Met op de pole Pedro Kokelare, naast hem Martijn van Hoven en Mark van den Berg. Dan op de tweede startrij Steven Stessis en Johan Quinte. Het zal al serieus moeten mislopen, willen we hier geen Belgische zegen zien, denk ik. En we hebben de start. Goede start voor Martijn van Hoven. Die Pedro Kokelare daar vooraf gaat. En wie zit daar aan de buitenkant? Dat is die duivelse Ford Sierra opnieuw. Maar het is dus Martijn van Hoven aan de leiding voor Kokelare. En dan Johan Quinte. Oh, wat daar contact tussen Kokelare en Van Hoven. En dat loopt fout af voor Van Hoven. En Kokelare Civic die is ook serieus beschadigd. Maar het is de Ford Sierra van Kurt Lambers die de leiding in handen heeft. Een heel mooi cadeautje daar voor Lambers eigenlijk, die daar drie plaatsen wist te winnen. De voorsteven van de Civic van Kokelare is ondertussen serieus beschadigd. En het is de Seat van Mark van den Berg die aan de leiding ligt voor Kokelare. En dan de Ford Sierra van Kurt Lambers en die gaat jokeren. Daardoor komt Jeff Mertens nu op de derde plaats en meneer wakker worden. Want er is heel wat te zien op de piste. Steven Stessis in het spoor van Jeff Mertens en dan Johan Quinten met de BMW. Van den Berg nog altijd aan de leiding. Dan Mertens, dan Stessis en dan Kokelare. Kokelare die de zwarte vlag krijgt. Ja, voor die aanrijding met Martijn van Hoven allicht. En Kokelare doet er verstandig aan om inderdaad onmiddellijk te stoppen. Mertens aan de leiding dus vanop de derde startrij. Achtervolgd door Steven Stessis. Mark van den Berg gaat jokeren en die sluit aan achter de twee Opels. De Astra van Mertens en de Corsa van Steven Stessis. En deze wedstrijd die kent een heel verrassend verloop. En het zou wel eens best kunnen dat Jeff Mertens van op die derde startrij naar de overwinning gaat rijden. Wat kan Steven Stessis nog doen? Steven Stessis als vierde vertrokken op de startrit. Mark van den Berg als derde. En daar komen ze uit de laatste bocht. En het is inderdaad Jeff Mertens die met de overwinning gaat lopen. Wat een verrassing zeg. En heel blij is hij. Hij vergeet zelfs even de wagen in versnelling te zetten. De Astra die rolt maar naar achter. Dat heeft u nu ook gemerkt. Vlug nog even de wagen stoppen en dan verder juichen zou ik zeggen. Dat doet hij dan ook. Even op het tak klimmen. Ja, door het dolle heen hoor, Jeff Mertens. En verdient, want dit is een heel prestigieuze overwinning.
En hij krijgt dan ook verdiend een ereronde van Steven Stessens, die ook op een mooie tweede plaats is gefinished. Drie Belgische vlaggen, inderdaad. En Jeff Mertens heeft meer moeite met het beklimmen van het hoogste trapje dan hij misschien wel had gedacht. Mertens dus voor Steven Stessens, Mark van den Berg ook mooi derde, dan Quinte en Kurt Lambers. Champagne voor de eerste drie in de Super Nationals, min 2 liter. Dan maken we ons op voor de startrit van de A-finale bij de Super Nationals, boven de 2 liter. Met op de eerste startrij Steven Maris en Christophe Becks. En we zijn vertrokken en Christophe Becks direct even de beste start te hebben genomen. Het is toch Steven Maris die verder aansluit. Gevolgd door Becks en David van Nijlen. Dan de BMW van Davy Leijzen, moet dat zijn, inderdaad. Maar het zijn de beide Volvo's van de twee die al het hele weekend domineren daar in de Super Nationals boven de 2 liter. Die van Steven Maris en Christophe Becks. En Danny de Beukelaar van op de derde plaats vertrokken. Die heeft één positie moeten toegeven op de Volvo van Van Nijlen. Maris door de eerste bocht. Dan Christophe Becks. Het zal een duel tussen deze twee worden, denk ik, voor de eer bij de Super Nationals boven de 2 liter. De wat oudere Volvo tegen een iets modernere versie. Een 242 tegen een S40. Becks die probeert er alles aan te doen om voorbij Maris te geraken. Maar dat wordt niet evident. Verneugde schuift daar ook een plaatsje op. En dan de BMW van Leijzen. Die gaat wijd, die gaat wijd, die gaat wijd. En die verdwijnt in de kattenbak. En de wedstrijd voor Davy Leijzen. Dat betekent natuurlijk ook dat er gele vlag is nu in de eerste bocht. Becks nu aan de leiding omdat Maris is gaan jokeren. Beukelaren nog steeds op de derde plaats. En hier dan de Volvo van Van Nijlen, gevolgd door de escort van Steve Volders. Echt met vuur aan de schenen. Stormen daar Duivelsberg af. Henry van Geneugde voorlopig nog op de derde positie. Dan David Nijlen, Steve Volders. En vooraan nog steeds Becks en Maris. Maar dat zal zo dadelijk wel omkeren als Christophe Becks zijn jokerrol afwerkt. Daar gaat hij. Zonder fouten, maar Steve Maris zat vlak achter. Dus die neemt de leiding in handen met zijn 2.42. Niets lijkt er nu nog in de weg te staan voor een overwinning. In deze vierde meeting van de Rallycross Challenge Europe. Een beetje rook daar toch. Misschien het koetswerk dat tegen de band aanleunt. Maar geen problemen. Van Geneugde gaat jokeren. Dat betekent dat Van Nijlen doorschuift. En ook Volders en ook de Beukelaar wint de plaatsje. Maris en Becks nog steeds. 1 en 2. En dat zal wel zo blijven tot aan de finish, vermoed ik. Daar komt Steven Maris heel spectaculair uit de laatste bocht. En verdient met de overwinning gaan lopen bij de Super Nationals boven de 2 liter. Prachtig resultaat voor de Volvo-rijder. Maris die het haalt voor Becks, Van Nijlen, Volders en de Beukelaar. En de champagne voor de Volvo-rijders. En dan gaan we naar de finale bij de Touring Cars. Met op pool Philippe Belis, naast hem Nick Snoeys en Mandy Kasse. Jos Terkes die staat, een beetje verrassend, misschien wel pas op de 5e plaats. Naast deze Ivo van den Brand met de Mitsubishi Colt. We gaan eens kijken wat Sterkens, de leider in het kampioenschap, nog kan goedmaken. Kan hij nog doorschuiven naar een podiumplaats? Maak ons op voor de A-finale. En we zijn weg, want die kast lijkt goed weg, maar dan is het toch niks nieuws. Even die Belis die doorschuiven. Het is Belis voor Snoeys en Ivo van den Brand. Die wringt zijn Mitsubishi naar de tweede plaats. Mooie start hoor van Van den Brand. Bleef daar gewoon aan de koord. En Snoeys die wist niet goed of hij moest verdedigen of gewoon proberen zo snel mogelijk te gaan. En verloor daardoor een plaatsje. Maar Ivo van den Brand is al onmiddellijk naar zijn jokerronde gegaan. Toch, ja, inderdaad. Daardoor is Snoeys nu opnieuw tweede en Sterkens derde.
zijn hier alle drie podiumkandidaten. Reken van den Brand daar ook maar bij. Sterkes die probeert zo snel mogelijk voorbij Snoeys te geraken. Weet dat hij dat moet doen. Wil hij zijn collega volvoorrijder Philip Belis nog kunnen bedreigen. Maar het zit er voorlopig niet in. Nick Snoeys rijdt strakke lijnen. Houdt hier mooi de koord. Sterkes gaat aan Mario. En dat lijkt mij ook inderdaad de beste manier om te proberen voorbij de Fiesta te geraken. Aarzelde daar even, lijkt me, bij het binnenkomen van de jokerronde. En dat betekent dat Ivo van den Brand doorschuift naar de derde plaats. Zagen we nog net boven in beeld. En Ivo van den Brand, die heeft zijn, jokerronde al afgewerkt. Dus Sterkens zal het heel moeilijk krijgen om op het podium te finishen, vrees ik. Belis nog steeds aan de leiding voor Snoeys. Probeert dat gaatje dicht te rijden. Wordt niet evident. Belis aan het stuur van die JDK Volvo. Gaat nu jokeren. Snoeys gaat door. Kan hij van die vrije ronde gebruik maken? Oh ja, Jos Sterkes die verliest haar plaatsje aan Van den Brand. En aan Louis de Haas ook. Louis de Haas die tegen de achterbumper van de Mitsubishi kleeft. En Sterkens die niet veel plaats laat inderdaad voor Louis de Haas. Van den Brand daar heel wijd. Uit de laatste bocht. Nick Snoeys die blijft op zijn tempo doorgaan. Louis de Haas in de fout. De Nederlander gaat in de fout met zijn Astra. Verliest een plaatsje aan Jos Sterkes nu. Sterkes die opnieuw kan aanvallen bij Ivo van den Brand. Van den Brand houdt de koord. Sterkes gaat nu proberen binnendoor te gaan. Maar dat lukt niet. Van den Brand wist op tijd af te remmen. En houdt mooi de koord. Nick Snoeys moet zijn jokerronde nog steeds afwerken. Dat zal niet te lang meer mogen duren. En dan schuift hij terug naar de tweede plaats, vermoed ik inderdaad. Het is hier al gebeurd, nog voor hij goed en wel aan zijn jokerronde is begonnen, is Philip Belis er al voorbij gegaan. Maar Snoeys houdt zonder veel moeite wel die tweede plaats vast. Ik denk dat deze posities nu vastliggen. Het gaat nu nog om de strijd om de derde plaats tussen Van den Brand en Jos Sterkes. Philip Belis, prestigieuze internationale overwinning. Daar komt hij uit de laatste bocht. Prachtige overwinning voor de Volvo-rijder. Belis altijd voor Snoeys. Philippe Proficiat, een mooie overwinning in de Touring Cars. Hoe was de race? Ja, was heel het weekend al goed. Buiten de eerste reeks hong vast achter Mandy Kassen. Toen twee andere reeksen, eerst een tijd gedraaid. En de finale ging probleemloos. Dus, waar heb je het verschil gemaakt, denk je, in de finale? Ik denk in de start al. Ik denk dat de rest achter ons een beetje in de clinch gingen. Dus denk ik in de start, ja. En dan champagne voor Belis, Snoeys en Van den Brand die Jos Sterkes wist af te houden. Louis de Haas werd nog vijfde. En dan wordt hij nu in de champagne gezet, Philip Belis. Maar hij houdt nog champagne over in zijn fles. En inderdaad, Nick Snoeys en Van den Brand die krijgen ook nog hun deel van het vocht. A-finale dan bij de Super 1600's met de Pool Stanislav Sousta. Naast hem de Fransen Dorian Lonet en Eric Guillemet. En op de tweede start rijden Tsjechen Veverka en Jozef Sousta. Alhoewel, Jozef Sousta die heeft hier problemen en die lijkt me niet te kunnen starten in de A-finale. Slechts één rijder dus op de tweede startrij, deze Vaclav Veverka. Nog een paar kiekjes voor deze A-finale van start gaat. En daar zijn we weg. Sousta van op pole met naast hem Lonet en Guillemet. En Lonet lijkt me een heel goede start te hebben gehad in die witte Clio daar. Inderdaad, het is Lonet die als eerste de eerste bocht gaat, gevolgd door Stanislav Sousta. En dan Veverka of Guillemet, wie wordt het? Guillemet moet helemaal buitenom, maar houdt zijn voet op het gas en schuift dan toch als derde in. Ook al omdat Veverka onmiddellijk gaat jokeren. Dat lijkt me een goede tactiek, want anders zit je toch maar vast achter dit pelotonnetje. En nu kan je misschien nog wat plaatsen winnen. Sven Zeliger ook. Winnaar van de B-finale, mooi doorgeschoven van op die zevende startplaats naar de vierde plaats. En Guillemet nu in het stof van Sousta. Sousta die probeert Dorian Lonet te volgen, de Fransman. Al een goed resultaat bij de eerste manche van de Rallycross Challenge Europe in Frankrijk in Essay. En Guillemet schuift hier voorbij Veverka. En Veverka die neemt dan de binnenbocht terug, want Guillemet die kwam veel te snel in die bocht. En wist de koord niet te houden. Geen probleem ondertussen voor Dorian Lonet. Die na die overwinning daar in Essay in het Franse kampioenschap daarna niet zoveel meer te betekenen had. Geen wedstrijd meer gewonnen.
Gimit. Het hele weekend sterk bezig. Je moet hier nu kijken hoe de Tsjechen het tegen elkaar opnemen. Want Veverka die is voorbij Soesta geraakt. En nu gaat ook Dorian Lonet jokeren. En dat betekent dat Sven Zeliger gewoon aan de leiding ligt. Moet wel nog zijn jokerronde afwerken natuurlijk. Maar toch, als winnaar van de B-finale aan de leiding rijden van de A-finale. Dat is geen slechte prestatie. De groene Fiesta daar. Het lijkt me, is een beetje aan het vertragen. Nee, gaat nu toch vol door. Rechter achterwiel in de lucht. En Dorian Lonet gaat nu toch voorbij de Fiesta inderdaad. Problemen voor Zeliger. Zeliger die daar de eerste plaats moest afstaan aan Lonet. En probeert nu nog tempo te maken. Rijdt daar serieus in de weg van Veverka en Soesta. Gaat dan maar jokeren ook. Maar verliest 3-4 plaatsen de Duitser. Veverka, Soesta, Guillemet. Die komt daar beschadigd uit die bocht. En de Fransman die zo aan zo'n goed weekend bezig was. Die rijdt nu laatste wind nog een plaatsje. Want Zeliger die valt nu helemaal stil. En daar komt Dorian Lonet als winnaar over de streep. Félicitations avec une très belle victoire. Comment c'était la finale? La finale s'est bien passée. Le départ était très chaud parce que je savais pas trop où se trouvaient Soesta et Eric. Donc du coup j'ai vraiment bien attaqué le premier droite. Je suis bien calé après et puis j'ai déroulé, j'ai attaqué fort jusqu'à la prise de mon tour de joker pour me permettre d'avoir une confortable avance avant le joker et puis ça a payé. Dorian Lonet die dus haalt voor Veverka en Stanislav Soesta. Dave Van Beers werd nog vierde voor Pavel Wimmer. En de champagne en Veverka die heeft een mooi schild gevonden in de bloemenruiker. Interessante tactiek daar van de Tsjech. Dan de lang verwachte A-finale bij de Supercars met Marcel Lotting. Die daar naar zijn vierde startplaats rijdt op de pole. Dus Pavel Kutny was hij al zeker van na de eerste twee heats. Naast hem Patrick van Mechelen en dan Ron Snoek. En ze zijn vertrokken. En wat kan Patrick van Mechelen tegenover Pavel Kutny? Van Mechelen neemt de beste start, inderdaad. Goeie start voor Van Mechelen. Het moeilijkste lijkt me nu al achter de rug. Heeft een heel goede comeback gemaakt na die uitvaller in de eerste heat. Goede tijden in de tweede en de derde heat. En van op die tweede startpositie rijdt hij nu naar de eerste plaats in zijn thuiswedstrijd. De leider in het kampioenschap. Marcel Ottenk die gaat jokeren, maar maakt daar een foutje en belandt in de vangrail. Zal allicht wel verder kunnen, zo hard was die klap niet. Patrick van Mechelen, soeverein aan de leiding, gevolgd door Kutny en Snoek. Dat lijken me de drie belangrijkste kandidaten voor de podiumplaatsen. Maar in welke volgorde dat zal zijn, dat zal deze wedstrijd moeten uitwijzen. Heel veel geven ze aan elkaar niet toe in ieder geval. Van Mechelen blijft doorgaan. Kutny en Snoek. Ze moeten wel opletten natuurlijk dat ze stevig tempo blijven maken. Want er zijn er al een paar gaan jokeren. Jos Jansen onder andere. Dus als ze hier wat tijd verliezen, dan kan Jansen zich misschien ook nog moeien in deze strijd om de top 3. Maar voorlopig gaat geen van deze drie wagens voor de jokerronde. Van Mechelen die houdt propere rijlijnen aan. Heel stevige wedstrijd. Nog geen jokerronde. Nee, nog steeds niet. En Jansen die kruipt daar een beetje dichterbij. Zien we in de achterhoede. Maar voorlopig rijden deze drie nog stevig aan de leiding. Van Mechelen voor Kutny. En dan Snoek. Snoek die nu toch de beide Fiestas een beetje moet laten gaan. Dat zal nipt worden na zijn jokerronde. Om die derde plaats te behouden, denk ik. Voor Jos Jansen die steeds dichter komt. Van Mechelen en Kutny. Wie pokert er hier het best voor de jokerronde zo lang mogelijk uit te stellen of net niet? Daar gaat Van Mechelen en daar gaat Kutny. Nog steeds geen jokerronde. Ron Snoek die gaat er wel eentje nemen. Marcel Ottenk hier in het spoor van Jan van Loon. Toch opnieuw onderweg na die kleine tik tegen de vangrail daar bij het uitkomen van de jokerronde. En tussen het stof door zien we daar Van Mechelen nog steeds aan de leiding voor Kutny. Laatste wedstrijd van het weekend. Piste ondertussen stevig opgedroogd. Van Mechelen die blijft maar gokken en blijft maar zijn jokerronde uitstellen. En daar gaat hij toch. Ja, Kutny gaat nog door zelfs. Kan nog proberen met één snelle ronde. Misschien die leiding aan Van Mechelen te ontfutselen. Van Mechelen komt uit. Daar komt Jos Jansen. Daar komt Jos Jansen. Jos Jansen is voorbij aan Patrick Van Mechelen. Wat een mooie manoeuvre van Jos Jansen. Kan hij ernaast blijven? Ja, hij blijft ernaast. Tikje bij Van Mechelen en behoudt de tweede plaats Jos Jansen. Dat is ook allemaal in het voordeel van Pavel Kutny natuurlijk. En Van Mechelen verliest zelfs nog een plaatsje aan Ron Snoek. Het
Oes, zo snel kan het dus keren. Een paar honderd meter, eerst rij je soeverein aan de leiding en nu lig je opeens plots vierde. Misschien toch te lang gewacht om die jokerronde uit te voeren, Patrick van Mechelen. En nu wordt het heel moeilijk nog om nog op het podium te geraken. Er is natuurlijk nog Pavel Kutny. Daar zat hij daar straks voor. Misschien kan hij toch nog voor de Tsjech geraken, want de Tsjech die heeft een vrije ronde gehad. Hier komt Pavel Kutny. En waar is Jansen? Jansen gaat ook voorbij. Ja, Kutny. Jansen neemt de leiding in handen. Wat een prachtige tactiek voor Jos Jansen, die op een knullige manier, zo zei hij het zelf, aan het weekend was begonnen door die fout in de openingsheat. Maar nu rijdt hij mooi aan de leiding van de A-finale van de Supercars. De Europese meeting in Maasmechelen. En daar komt Jos Jansen. Hij gaat als overwinnaar over de meet. Wat een prachtige overwinning voor Jos Jansen, voor Pavel Kutny. En is uiteraard een heel tevreden man, Jos Jansen. Jos, proficiat, een mooie overwinning. Dank u. Hoe was de finale? Ja, naar mijn gevoel was het niet zo super, maar ja, de rest dan blijkbaar ook niet, ik weet het niet. Ik heb het heel weekend niet echt dat het van wauw, maar ja, het was goed. Ron, mooie derde plaats, tevreden? Ja, dik tevreden, ja. Dat mag ik zeker zijn. Hoe was de finale voor jou? Ja, spannend, ik moest er hard voor rijden, dat wist ik. Derde plaats was hoogst haalbare, denk je? Ja, denk zeker. Ja, ik mocht er zeker blij mee zijn. En, we weten wel waar het nog aan schort en waar het sneller kan. Maar goed, we zijn er nu blij mee. Prachtige overwinning van Jos Jansen, die daar heel trots op het bovenste podiumtrapje mag staan. En heel trots met de champagne mag spuiten, terwijl hij zelf een frisse douche krijgt. Mooi resultaat voor Jansen. Gewonnen voor Pavel Kutny en Ron Snoek. Kutny die uiteraard een goede zaak doet in de Rallycross Challenge Europe. Van Mechelen die zal wel ontgoocheld geweest zijn met die vierde plaats. Jan van Loon als vijfde voor Marcel Oddink. Zo, dat was het vanuit Maasmechelen. We hebben ervan genoten. We hopen van u hetzelfde. Graag tot de volgende keer.